Dan gaan we over naar de mondelinge vragen. Misschien nog eventjes ertussen zeggen. En dan bijzonder aan Philippe Smet. We hebben ondertussen nagekeken, TMVS, wat er daar was misgelopen. En daar zijn 2 zendingen toegekomen. De intergemeentelijke samenwerkingsverband, dat is een enorme pak die toekomt. Dat is in 2 keer toegekomen en er is maar 1 zending opgeladen. En dat is het probleem geweest. Hè. Maar de stukken zijn allemaal ter inzage, uiteraard. Hè. Ze zijn allemaal ter beschikking op het secretariaat. Onze excuses, maar het is eigenlijk gewoon een vergissing. Oké, eerste agendapunt van Kelly de Vlaming. Dus een mondelinge vraag namens SMS over het bellend vlak. Alsjeblieft, u hebt het woord. Zeg u maar. Ja. Ja, dank u wel. Ik wil alvast Stefan, inwoner van Eeklo, ook bedanken die mij over dit voorstel heeft aangesproken. Het bellend vlak. Het bellend vlak is een draagbaar en een verplaatsbaar metalen oprijvlak in combinatie met een draadloze bel. Het project loopt al in bijvoorbeeld Gent en Sint-Niklaas. Het bellend vlak geeft een rolstoelgebruiker of een ouder met kinderwagen de mogelijkheid om een pand te betreden. Het mobiele oprijvlak wordt gelegd wanneer een persoon met een beperkte mobiliteit aanbelt. Na gebruik kan het oprijvlak gemakkelijk terug opgeborgen worden. Het is een eenvoudig en goedkoop systeem en maakt ingrijpende verbouwingen overbodig. Hier is dan ook geen vergunning voor nodig. Het VFG geeft momenteel een financiële ondersteuning per aanvraag van 40% van de aankoopprijs met een maximum van €250. Ook de wifi-bel en het logo wordt door VFG aangeboden. Als stad Eeklo, zoals in de gemeenteraad van 2018 in juli beslist geeft de financiële tussenkomst van 50% op de factuur of een maximum van €500 kan aanbieden, zal de kost voor de handelaar minimaal zijn. De handelaar zal ook vermeld worden op een pagina van VFG als toegankelijke zaak. Stad Eeklo kan samenwerken met VFG om een gepersonaliseerde folder te bedelen bij de handelaars en zo streven naar een toegankelijke stad. Oké, dank u. U had een filmpje meegestuurd om een en ander te verduidelijken. We zullen dat nu even tonen. Voor veel rolstoelgebruikers of mensen met een fysieke beperking ligt de drempel van een horecazaak vaak letterlijk iets te hoog. Maar 7 Sint-Niklaassen horecazaken willen daar iets aan doen. Samen met het stadsbestuur en de Vereniging voor Personen met een Handicap werkten ze aan een heel eenvoudige oplossing. Na een druk op de knop komt een personeelslid van de zaak een verplaatsbare oprijhelling voor de deur leggen. Zo kan ook wie wat minder mobiel is makkelijk naar binnen. Het simpele maar efficiënte idee kreeg de toepasselijke naam bellend vlak. Wel, dat is eigenlijk een hellend vlak met een bel gecombineerd, zodat mensen met een rolwagen gemakkelijk binnen geraken. Dus dat die niet over die drempel moeten. Omdat we dat toch wel belangrijk vinden dat onze zaak zo toegankelijk mogelijk is voor elke klant. Oké, dat was duidelijk. Dank u wel. Ja. Schepende Walen zal daarop reageren. Ja, dank u wel. In het kader van lokale economie en toegankelijk Eeklo. Ik spreek hier eigenlijk een beetje over beleidsdomeinen heen en dat zal meer en meer moeten gebeuren. Denk ik dat het een zeer mooie illustratie is van hoe een stadsbestuur kan bijdragen tot betere toegankelijkheid. Wij hebben in alle eerlijkheid dit project al eens proberen opstarten. Ik dacht een 5 jaar geleden. Het kan ook nog langer zijn. En toen was de interesse eerder beperkt. Ik denk dat er niets in de weg staat om het bellend vlak en de organisators ervan bij ons te ontvangen en te kijken in welke mate dat we daar in Eeklo bij de lokale handelszaken reclame of dat kunnen aanbieden. Wat betreft de financiële tussenkomst is ook dit geen probleem.
In die zin dat daarvoor geen aparte stemming moet zijn. Er is voor het jaar 2018 en 2019 een bedrag van 5000 euro voorzien. Die kan aangevraagd worden voor handelszaken die aanpassingen doen om een gebouw beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken. Dat bedrag wordt voorzien met, en dat is tamelijk aanzienlijk, met een tussenkomst van 50% op de kostprijs met een maximum van 1000 euro. Met andere woorden, om een lang verhaal kort te maken, denk ik dat het bellend vlak heel welkom is in Eeklo en dat we de komende maanden op pad kunnen gaan om dat aan te prijzen. Wat de tussenkomst betreft loopt het reglement nog tot eind 2019 en gaan wij uw vraag meenemen ook hoe de komende jaren dat budget te voorzien. Dus ik nodig u uit om samen met onze diensten aan tafel te gaan zitten en het bellend vlak in Eeklo te introduceren. Oké, dank u.